Show. Welkom allemaal bij een nieuw verhaal. Hallo jongens. Meisjes. Ah ja, ik ben juist een pintje gaan pakken in de klap en ik heb gehoord dat Nathalie verjaart vandaag. Een pintje gaan pakken? Sis, waarin doe je dat, broertje Vos? Oh, ik heb non-alcoholische bier gedronken. Dat is goed, broertje Vos. Zeg, maar dat is groot nieuws. Nathalie verjaart. Doet ze een feestje? Niet zover ik weet. Ze is een beetje beschaamd soms. Misschien geeft ze geen feestje. Zal jij dat even voor ons gaan spioneren en kom dan terug met nieuws? Oké. Nee, er is geen feestje, maar ik heb gehoord dat zij, zoals elke donderdag, naar de flamenco-danslessen gaan. Oeh, goed spioneerwerk, broertje Vos. Hey, ja, ik ben een vakman, hè. Ha, maar dat geeft ons de gelegenheid om een verrassingsfeestje te organiseren. Ja, oh ja. Wij kunnen binnen geraken op een manier en dan alles gaan versieren en klaarzetten en haar verrassen. Ja, we trommelen alle knuffeldieren op. Ja, van een hele dorp en we geven een Spaanse themafeest. Wacht eens even. Sinds de inbraak bij Nathalie sluit ze al haar deuren en vensters. Je raakt daar niet zomaar binnen, hoor. Heb je daar wel al eens aan gedacht? Oh ja, Ja, ik heb een briljant idee. Oh, ja, zeg het. Ja. Nathalie heeft een kat. Ah ja, Minneke. Ja, en die kat die heeft zo'n speciaal deurtje in haar grote deur. Oh. Ja, achter bij de keuken. En die kat die kan ten allen tijde binnen en buiten door dat deurtje. Wij dus ook. Oh. En ik weet al wat wij als cadeau kunnen geven. Hé, hey, zeg, dat is briljant, zusje Vos. Ja, natuurlijk, wij knuffeldieren. Wij passen allemaal door dat deurtje, ja, want wij zijn niet dikker als haar kat, hè. Ik toch niet. Ah, ik ook niet! Ga jij vast bij het cadeautje? Ja, ik heb ook gehoord dat ze nog geen flamenco-rok heeft. Oh. Is dat geen perfecte cadeau? Ja, maar waar vinden we een flamenco-rok? Oh, zullen we wel vinden. Kom, we gaan gauw Knuffeldorp in. En een mooie Spaanse rok voor haar kopen. Ja, kom aan. Olé! In een klerenwinkel buiten Knuffeldorp. Welke maat hebben we eigenlijk nodig voor Nathalie? Die pop lijkt zoals Nathalie. Kom, we gaan kijken welke maat die pop heeft. Ja. Oei, die maat 42 is te groot. Moeten we een andere gaan zoeken? Even kijken welke maat deze pop draagt. Maat 32, Louisa, alsjeblieft. Dank u. Dat jij ons komen helpen hebt om de lekkere paella voor te bereiden. Dat is heel graag gedaan. Ik ben dol op vis. Ik had toch liever met kip gehad? Ja, maar Nathalie houdt veel meer van vis. En het is haar verjaardag. Dat is waar. Hier zijn we goed verstopt. Ja. Ja, Zeffens gaat Nathalie naar de dansles. Dan gaan we gauw langs achter door het kattendeurtje naar binnen. Ja. Daar zie ik haar. Ja. Daar komt Nathalie. Goed verstoppen, hè. Ja. Allemaal goed achter de blaadjes blijven. Ja. Zo, op naar de dansles.
langs de kattendeur naar binnen. Hé, hier is het kattendeurtje. Kom, we gaan er gauw allemaal door. Ha, ja, ik ben er al. Happy birthday, dear Nathalie! Happy birthday to you! Hip, hip, hip! Hoorah! Dank u wel, lieve vrienden, voor dit prachtig feest. Voor de lekkere paella en voor deze prachtige flamingo-rok. En als afsluiter van het feest hebben we nog een heerlijke taart voor jou gepakken. Een chocoladetaart in de vorm van een nestje. Word ik 1 jaar? Op 31 oktober word jij 31 jaar. Maar meteen vieren we vandaag ook 1 jaar poppenspel! Hoera! En nu wil ik die flamingo-dans wel eens zien. Ja, en hier gaan we! Wauw! Oh, wat mooi! Ik wil ook zo'n dansles krijgen. Oh, mooi, Nathalie, je kan het heel erg goed. Oeh! Nog een keer, ja, hup met de beentjes, ja, ja. Oh, zo stijl dan. Oh, broertje, voor zou dat niet voor ons zijn? Oh, dat lijkt wel wat moeilijk hoor, maar wel heel mooi.